Yo, misschien heb je het wel gezien. Ik heb meegedaan aan Boxing Stars. Het programma van nu, het programma waar iedereen het over heeft. Waar alleen de la crème van de Nederlandse showbiz aan mee mag doen. En ik mocht ook meedoen. Er zitten rappers, zangers, YouTubers, allerlei soorten mensen. Een paar idioten zitten er ook bij. Die nemen het tegen elkaar op in de boxring. Ik ben 4 weken geleden nu gevraagd om mee te doen. We zijn nu 2 dagen na het gevecht. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ik dus net iets minder dan 4 weken voorbereiding had. Waarvan ik 1 week ook nog eens weg was. En de laatste week ook weinig heb kunnen trainen. Dus ik heb eigenlijk 2,5 week effectief getraind voor die wedstrijd. Van niks naar die wedstrijd toe. En dat is niet een excuus, maar dat is meer om aan te geven hoe weinig tijd ik heb gehad. En de andere mensen ook. Want iedereen die meedoet, die heeft als het goed is weinig ervaring met vechten en met boksen. En wordt in die ring gegooid. En nou ja. We zien wel wat er gebeurt. Ik moest tegen Michael Bogert. Hij is een wielrenner. Ik heb het zelf nog niet teruggekeken. Ik weet niet hoe het er op tv uitzag. Dus dit is voor mij ook de eerste keer dat ik mijn eigen wedstrijd tegen Michael Bogert terug ga kijken. Het is een beetje wild nog, maar er worden goede stoten gegeven. De wedstrijd van vorige week, Kai en Rijn tegen elkaar. Dat was wel echt een toffe wedstrijd. Die gasten waren zo aan elkaar gewaagd en ik zat in de zaal toen. Ik vond het heel vet om te zien. En ik hoopte eigenlijk dat ik ook zo'n soort wedstrijd ging krijgen. Is niet helemaal gelukt. Look out for his left hand, he's danger. Look out for his right hand, he's killing. Ik vind ze mooi. Mijn trainer Gilbert, zo'n mooie vent. Ook gewoon zijn quotes klaar, weet je al. Left hand's dangerous, right hand's killing. Ladies and gentlemen. Wat vinden jullie trouwens van die stem van Ruben Nicolai? En dan gaan we nu naar de reclame. Ja, Juvat en Rick was een mooie pot. Ga ik verder niet in deze video behandelen. Die moet je zelf wel even terugkijken. Het tweede gevecht van de avond gaat tussen Thomas Cox en een legende uit de Nederlandse topsport, Michael Bogert. Ze noemen hem nu al een legende. En dan moet ik het nog tegenop gaan nemen met 2,5 week training in boksen. Ik had het kunnen weten. We gaan trainen of je zelfs een rib hebt gekneusd? 2. Huh? Dit wist ik niet eens. Ik had dit moeten weten. Was ik vol voor die ribben gegaan, had ik kunnen winnen. Had hij even moeten zeggen van tevoren. Je bent er helemaal klaar voor? Ja. Hij heeft wel een aparte mindset erin hoor. Hij was helemaal in zijn eigen wereld joh. Daar heb ik wel bewondering voor. Hij maakt geen grapjes. Het was gewoon echt puur focus op wat gaat gebeuren. Oh, Thomas the man. Wat was je daar op dat bankje aan het doen, Thomas? Ik was even zen aan het worden. Ik weet niet wat ik aan het doen was. Maar je ziet er wel gespannen uit. Ja, nou ja, dat ga ik wel toegeven. Ik ben wel gespannen natuurlijk. Heel ziekelijk gespannen. Niet normaal gespannen. Michael, ik noem hem de T-Rex. Dat is omdat hij een grote mond heeft. Hij heeft sterke benen, maar hij heeft geen armpjes, want hij kan alleen fietsen. En... wat grappig. Oh, wat erg. Kijk mensen, hierop heb ik dus achteraf heel veel commentaar gekregen. Heel veel mensen vonden het heel grappig en die zagen ook de grap ervan in. Maar er waren ook een paar mensen die reageerden op mijn Instagram DM en zo. En overal op alle kanalen van, yo, gast, wat loop je nou met je grote mond te zeggen? Je bent keihard in elkaar geslagen. Ja, dit is toch gewoon deel van het spelletje. Dit is ook gewoon een geintje, mensen. Ik zeg dit, maar ondertussen weet ik ook wel, ben ik ook hier super zenuwachtig. En weet ik ook wel dat hij mega veel kans maakt om te winnen. Dus ja. Ja, nou ja, zo gaat dat. Hey, kijk eens wie we daar hebben. Dat zijn mijn vrienden. Robin ziet er gespannen uit en Bart die zit er zo bij van, nou, ik wil het wel eens even zien hoe hard ze er weer elkaar gaan slaan. Die heeft er zin in. Als hij nog kan fietsen. Jullie zijn echt grappig. Gaat die grote mond weer. Ik heb wel gehoord dat er echt niemand van jouw familie hier is. Waar is iedereen? Ja, nou ja, mijn moeder zit nu thuis op de bank te kijken, dat weet ik. Mijn moeder stuurde achteraf dat ze bijna de tv door midden heeft gemapt, want die gaat altijd helemaal op in dit soort dingen. En die heeft echt voor de tv ook staan meeboksen. En ik ga ervoor en Michael gaat down. Michael gaat down! Aan zelfvertrouwen geen gebrek, maar ja, daar heb je natuurlijk ook keihard voor getraind. Zowel jij als Michael en daar hebben we beelden van. Oh, dit is wel leuk. Dit heb ik dus ook nog helemaal niet gezien. Links. Ik had al het idee dat het zwaar ging worden. Rechts. En dat is waar. Beide. Springen. Zie je mijn trainer die daar op de fiets zit? Dat is dus mijn trainer. Ik moest dus elke keer door het park hardlopen en allemaal trainingen doen. En dan weer boksen en dan weer interval en dan weer sprinten. En hij fietste gewoon lekker mee. Zo trainen we dan. Paul. En Jezus, Anus, dat was zwaar. De eerste klap die ik kreeg, die was vol op mijn neus. Die ging zo rechtdoor op mijn neus. En toen ging ik even zo naar achter. Hando. Dat went. Nu, als ik nu een klap krijg, doe ik niks meer, man.
is gewoon steen. Wat zeg ik allemaal? Waarom heb ik gekozen voor deze aanpak? Waarom heb ik gekozen voor de aanpak van, joh, kan het allemaal wel hebben? Nogmaals, dus, je moet het ook wel met de korreltjes zout nemen. Want a very special welcome to zijn vrouw Daria, zijn broer, zijn vader, zijn neef, zijn zoon, zijn ex-vrouw, haar man en zijn ex-schoonouder. Wie waren er allemaal bij? Die hele zaal was gevuld met fans voor hem, joh, maar dat is helemaal zijn familie. Het gevecht tussen de wielrenner en de Instagrammer. Volg je me nog niet op Instagram? Dat kan. De link staat hieronder. Tot zo! Nou, die reclame die slaan we even over deze keer. Maar dat zijn geen technisch goede stoten die hij daar doet, hoor. Maar ja, dat is ook nu niet het gevecht. Dus het hoeft ook nog helemaal niet. Thomas Lightning! Dit is pure spanning. Dit gezicht, dit knalt zo'n beetje uit elkaar van spanning. Uitstekende conditie. Hij is snel, atletisch. Maar er is nog respect onderling tussen de vechters. Respect onderling was er sowieso, was er zeker. En dat is er ook nog steeds. Dat heb ik wel geleerd aan deze sport. Dat onderlinge respect, dat maakt het ook wel mooi. We gaan eens even kijken. Hij is 46, ik 28. Hij is iets kleiner dan ik ben. Hij is wel een stukje zwaarder. En dit gewicht van 69 kilo was voordat ik had gepoept. Dus eigenlijk ben ik nog 2 kilo lichter. Bereik is hetzelfde. En de coach, ja, we hebben allebei fucking goede coach. Niet te laat schoten. Ik herken mezelf niet, joh. Kijk die bek van me. Succes. Southpop, openingsronde van dit tweede gevecht. Boxing Stars. Stop! Oh, hier deed ik een draaitje. Dat mag dus niet, hè, dat draaien. Maar ik weet dat dat niet mag. Maar het gebeurt toch? Ja, en dit heeft ook echt wel iets van een ouderwetse boel. Oeh, dat was een mooie. Kijk, ik hield even zo mijn dekking hoog en toen deed ik even bam. Het ging heel snel, maar ik deed hem wel. Trouw toen met zijn ijzermanspartner. Ja, hier kreeg ik mijn eerste echt goede dreun. Dat was een goede raken, dat weet ik nog wel. Is toch met Michael Bogert? Wij zijn... Daar staan ze. Is het toch? Leuk wel of ik aan het huilen ben. Ja. Dat zijn de tranen. En het zweet. Nou, kan je vertellen, blijf kijken. Want er moet alleen bloed nog. Maar dat komt. Wat Michael wel heel goed doet, is dat hij naar links beweegt. Stop! Houd de stoot. Hey. Volgens mij heb ik hier de bloedneus opgelopen. Ik had het alleen zelf nog niet door. Ademhalen. De bloedneus inmiddels. Ja, daar is het bloed. Daar is het bloed. En nu dacht ik, hey jongens, dit gaat niet goed. Ik ben aan de verliezende hand. Ik ga wat veranderen aan mijn boksstijl. In de derde ronde, ik weet nog niet of het er echt zo uitkomt, maar in de derde ronde ging ik wat verdedigender staan. Ging ik wachten tot hij wat deed en dan ga ik toeslaan, weet je wel. Dat was mijn tactiek voor de derde ronde. Maar ja, hij heeft uiteindelijk wel een beetje gewerkt, denk ik. Maar hoe goed, dat zie ik nu pas. Ja, hij is nog niet klaar, hè? Dus stoot ik zelf niet leeg. Zo is het. Ik ben nog niet klaar, hoor. Kan nog komen, Michael. Je kan nog naar de grond. Of dat erin zit, ik vraag hem af. Oh. Dit is het moment. Dit is toch het moment. Hier ren ik gewoon even weg. Hier denk ik, ja, de groeten. Het is mooi geweest, ik ren er vandoor. Dat ziet er niet uit. Ah, ja. Ja. Ademhalen. Dit is wel slim. Ah, ja. Maar op zijn neus even zeggen, ja, dat precies, de hoofdbeschermer, ja, niet goed zit. Kun je even op adem komen. Was een trucje. Nee, hij staat echt niet goed. Maar het is natuurlijk ook wel fijn dat ik dan even op adem kan komen. Ja, daar had ik hem even. Daar had ik hem. Even bam, bam, op zijn bek gewoon. Michael Boogie! Je moet nog even iets goed maken met je moeder. Met mijn moeder? Oh nee, het is goed gekomen. Maar ik wil ook tegen Michael zeggen dat hij het echt super goed gedaan heeft. Hij is eerlijke winnaar. En zo is het ook. Zie je. We nemen afscheid van Thomas Lightning Cox, ladies and gentlemen. Ja, nou, dat was hem dan. Dit was mijn wedstrijd, Boxing Stars. Ik vind het wel heftig om me terug te zien. En in mijn beleving, kijk, soms waren we elkaar aan het slaan. In mijn beleving heb ik hem ook wel een paar rake klappen gegeven. Die heeft hij ook al gehad. Maar ja, je ziet wel dat hij echt gewoon beter is en meer klappen uitdeelt. En hij komt ook soms echt zwaaiend naar me toe. En dan zie je dat ik gewoon niet weet wat ik moet doen. En ja, maar ja, ik heb er een hoop van geleerd. De derde ronde ging volgens mij technischer boksen. En dat is wel een betere. Dus mocht ik ooit nog een keertje in de ring komen, dan heb ik hier wel deze ervaring er weer bij. En voor nu heb ik nog een klein beetje hoofdpijn en een klein beetje last van mijn neus. Dus ik ga even rust pakken. Ik vond het leuk om terug te zien. Ik hoop jij ook.
En tot de volgende keer. Ciao.